Volle stranden, vreselijke plaknachten en ongelooflijke zweetluchten. We hebben te maken met de allereerste hittegolf van dit jaar. Maar hoe houdt Leiden toch nog een beetje het hoofd koel tijdens deze hitte? Houdt u het nog een beetje vol met deze hitte? Bijna niet. Nee. Het is echt warm. Ik handel niet. Ik vind het ontzettend warm. Maar goed, weet je, beter dit dan regen en wind? Ik hou wel van warmte, dus wat dat betreft, ik vind het eigenlijk 30 graden wel een lekkere temperatuur. Prima. Heerlijk. Je ei rustig houden en dan komt het goed. Rustig aan, dan breek je het lijntje niet. En we nemen af en toe ook een biertje en zo en dan houden we het hoofd wel koel. Dat kunnen wij redden hoor. Ja, zeker. Sigaretje erbij, veel water drinken. Nou, dan red je het wel hoor. Alleen de nachten zijn warm, dat is lastig. Wat moet ik me daarbij voorstellen, warme nachten? Plak, 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 warm, warm, warm. Niet slapen. Maar ik slaap naakt, man. Ik plak helemaal. Slapen ken ik goed. Dus nee, ik voel me picobello hoor. Dat is vies. Dat zijn vieze nachten, eigenlijk. Houdt u wat meer afstand van uw vrouw nu met deze zweetlucht? Ja, nee, zonder meer. Ja, klopt helemaal. Niet alle geheimen vertellen, nee, denk erom. Oh, dat bedoel ik. Hij blijft gewiep worden, dus ja, ik denk het niet. Ja, ze mag in een andere kamer slapen. Lijkt me wel verstandig. Nee, met de airco aan zeker niet liggen. Gewoon lekker tegen elkaar aan hoor. Ja, dus geen problemen mee. Nee, we gaan niet tegen elkaar lepeltje lepeltje liggen. Dat is er me toch net iets te warm voor. Ja, veel te plakkerig. Ja, in de winter niet, in de zomer wel. Nou, die tijd dat we de kleren uitdeden, dat gebeurt niet zo druk meer. En de afstand van de vrouw, ja, dat gaat automatisch met het eten weer. Er komt zo'n ongelofelijke zweetlucht vanaf nu. Ja, dat weet ik ook niet. Ik onderzoek dat ook niet zo goed. Als je nou met iemand in bed ligt en je stoort je aan de zweetlucht, nou volgens mij heb je dan de verkeerde keus gemaakt. Lekker samen plakken, precies. Wat zou je mensen dan willen aanraden? Een apneuapparaat, dat blaast lekker fris. Nou, ik heb een hele grote ventilator boven mijn bed. En die zet ik op 100 plus. Ja, een aanrader. Maar je moet wel erg snurken, want anders kom je niet in aanmerking. Kleren aan, kleren uit. En 's nachts vooral bloot. Ja, ik vind het. Waarom zou ik wat aantrekken als ik het warm heb? Nou, in dat geval, u zit hier toch echt met kleren aan? Dat klopt, ja. Ja, ja. Ik zou er al voor zijn om dat af te schaffen. Wiretje erbij, dat helpt wel. Mijn bil prikt alles. En ik heb een doos waterijsjes gehaald bij Albert Heijn. En hier een pakje zo'n waterijsje. Water drinken en een bak koffie of een borrel kan eigenlijk schelen. En, ja toch, hou de moed erin. Nou, dat was hem. Ik was duidelijk niet de enige die het warm had vandaag. De groeten. Heerlijk.